De governor van de centrale bank, Maurice Roemer, ziet op basis van het gevoerd beleid geen reden dat de valutakoersen verder stijgen. Dit stelde de moederbanktopman gisteren tijdens een persconferentie na de vergadering van de regeringsraad. De functionaris meent dat de koersstijging gebeurt op basis van sentimenten. Laat me dat al vaststellen. Bovendien is de toename van deze koers al meer dan op grond van economische fundamenten. We zijn al boven die grens. Dus alles wat verder toeneemt, zijn puur op basis van sentimenten, wat wordt geduwd. En we weten ook natuurlijk dat deze sentimenten worden ook geduwd door allerlei belangen. Als centrale bank dienen we die belangen uiteraard niet, maar die belangen bestaan er. We leven in een samenleving waar er allerlei belangen bestaan. Die belangen zijn kapitaalbelangen, die belangen zijn politieke belangen. Het is heel divers, maar we weten wat de impact is. Dus ik wil in ieder geval toch aan de kijkers en luisteraars aangeven dat de hoogte van deze koers zoals het nu is, dat u ook niet bereid moet zijn om meer te willen betalen. Roemer benadrukt dat er nu moet worden aangegeven dat het niveau welke de koersen hebben bereikt niet verder omhoog mag. Dit is de verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden, waaronder handelaren, consumenten, wisselkantoren en anderen.